We gaan foto's maken met Sen. Brandlamp. Dit moet je filmen. Een ster en een... Ik was een bloemkool. En jij dacht ook dat het eerst dat die voor Sen was? Ik dacht eerst dat die voor Sen was. Hoi, en dat je kijkt naar een nieuwe dag van Vlogmas. Het is vandaag 3 december en we hebben gisteren Sinterklaas gevierd bij mijn ouders. Ik ga jullie straks nog even mijn cadeaus laten zien. Meer dan deel van de cadeaus die echt van mijn verlanglijstje kwamen, die waren nog niet binnen. Dus die krijg ik nog. Dus die zien jullie tegen die tijd wel. Vandaag staat er eigenlijk niet zoveel op de planning. We gaan foto's maken met Sen. En verder gaan wij denk ik gewoon veel hier thuis rondhangen. Dus dat is niet heel boeiend om te filmen. Dus de vlog zal vooral gaan over dat wij foto's met Sen gaan maken. Ik ben niet heel goed voorbereid, want ik dacht dat ik nog wat dan de kerstdecoratie had. Maar ik heb echt alleen maar lampjes kunnen vinden. En dus een kersttrui die ik al aan heb. En deze heeft ook lampjes. Hier. Dus ja, ik moet even kijken of we er iets van kunnen maken. Dus ik hoop dat Iris een beetje creatieve ideeën heeft daarvoor. En ik neem voor de zekerheid ook gewoon andere trui mee. Dan kunnen we desnoods, als we met kerstfoto's echt niet uitkomen, kunnen we gewoon wat normale foto's maken. En ik wil ook nu vast met jullie mijn adventkalenders openen. Ik heb ook een nieuwe adventkalender, daar ga ik meteen mee beginnen. Ik heb namelijk van mijn ouders deze Tony Chocoloni adventkalender gekregen. En die is dus nog helemaal niet open, dus daar mag ik er vandaag 3 uithalen. Nummer 1 is volgens mij karamel zeezout. Nummer 2 is pretzel toffee. Ik weet niet of ik hier al op heb. En nummer 3 is witte chocola. Dus dat is de Tony's adventkalender. Dan deze thee adventkalender. Dus deze. Met jasmijn. Veert jasmijn. Volgens mij is dat groene jasmijn. Dan nog deze. White Wonderland. En dit is met kaneel, cacao, pepermunt, zoethout en kamille. Dus dat klinkt ook goed. Want dan heb ik nog mijn kinderkalender. En dat is nog een mini kinderchocolaatje. Dus dat waren mijn adventkalenders. En dan gaan we nu nog even ontbijten en nemen jullie zo mee naar stal. Minoes die is met deze warme dagen, koude dagen, gewend met een warmte lamp en een doosje eronder. Dan moet je er niet uitgaan. Het is koud. Dat is zo blij mee, volgens mij. Nou, wij zijn ondertussen op stal. Martin is ook bij. Moeten we even op Iris wachten. Dan gaan we even Dankjewel, Minoes. De wereld is Minoes speeltuin. Dan gaan we even plan maken met Iris. En dan ga ik Sander pas bijpakken. Anders denk ik dat hij er al klaar mee is voordat we überhaupt beginnen. Heb je zo'n mooie troon gevonden? Annemarieke's camera. Dus we wachten nog even op Iris. Sen, dit is niet van mij. Ik ben dan nog niet bij jou. Mama, ik had me net zo mooi gemaakt. Maar je ziet er echt niet. We hebben het eruit gespoeld. Een boefje. Gebeurt er allemaal? Nee, dat is niet het punt. Had je van. Had je van. Oh. Goed zo. Ja, dat is klaar. Kokkepietje. Ja, hij zit nu nog wel heel slop op de bak, is dat gewoon prima. Ben je klaar voor? Ik ben ook een worstel door je manen. Ik blijf wel even staan. Lange manen. Ja, ik vind het mooi. Ik ben niet meer mee. Als je nieuw paard. Nee, mee paard. Oeh, ik ga het smaken. Wat is die pak? Het zou gewoon heel cute zijn. Thank you.
twee voor zijn schouder gaan staan. En dan kun je kijken of hij naar jou wil buigen. Om jouw rechterhand zeg maar onder zijn nek door op hem, op zijn hoofd, zijn lach te leggen weer. Ja. Sammy! Hey! Heel goed gedaan.
voorbij staan. Annemijke, let op. De draakjes komen eraan. Wat? Ik ga mijn auto weg. Kijk al die paarden rennen. Zijn even lekker gegeten, dus een dekentje op. We zijn niet heel lang bezig geweest, want het is allemaal wel weer koud genoeg, ook voor hem. Dus hij mag zo weer lekker terug. Wij gaan eerst even lunchen met vegetarische worstenbroodjes en thee. En daarna gaan we onze Sinterklaas cadeautjes laten zien. Nou, het is al even geleden dat ik voor het laatst gefilmd heb. Maar wil je nog even onze Sinterklaas cadeaus van gisteravond laten zien? Dus ik heb hier een berg liggen met Sinterklaas cadeaus die jullie niet zien. Want jullie gaan zo alles één voor één zien. En dan gaan we daarna ook even slapen waarschijnlijk. Dus het licht is een beetje raar, want ik zit met een daglichtlamp. Omdat het al licht donker is. Ja, maar. En jouw bril reflecteert. Een ringlamp. Dus dat heb ik volgens mij al verteld in deze vlog. Maar er waren dus 3 cadeaus voor mij die niet op tijd waren. En dat waren BR winterhandschoenen, want ik heb tegoedkaarten gekregen. Ik weet niet of hier vertrouwelijke informatie op staat. Nee. En ook boekpaardentype van Erik Laaracker. Die krijg ik nog. En ik krijg ook nog een detangler en shine spray van Pippa. Dus dat zit nog in de pijplijn. En dan gaan we nu door onze cadeautjes heen. Ja. Om te beginnen. We hebben ieder een mok gehad. Ja. Een kerstmok. Mijn moeder vindt het altijd leuk om dit soort dingen te kopen. En daar hebben we ook bijpassende bordjes bij. Namelijk deze twee. Dus een ster en een... Ik was zeggen een bloemkool. Een kerstboom. Ja, dus die hebben we ook nog. En een bloemkool. Geen bloemkool. Dan hebben we nog allebei drank gekregen. Ja. Ik heb een fles Merlot gehad. En ik een fles Baileys, maar ik hou eigenlijk helemaal niet zo van Baileys. En jij houdt wel van wijn? Ja, liever witte wijn dan rode wijn. Ja. Maar misschien dat ik die ook wel lekker vind. Met het juiste eten misschien. Ja. Dus dan... Maar ik vind Baileys altijd heel zoet en ik wil ook geen koffie drinken of zo. Dus zo gaat het chocolademelk. Dat zou ik een keer kunnen proberen. Dit zou ook nog lekker zijn. Dus... Daar komen we uit, uiteindelijk. Ja. Dan hebben we allebei nog een Tony Chocolonely adventkalender gehad. En het is vandaag wel de derde, dus ik heb al de eerste 3 opgemaakt. En dat heb je trouwens ook al gezien in deze vlog. Dus die hebben we ook. Nou, ik heb zelf de Machi Koro Basis. Bordspel. En dan heb ik de uitbreiding Metropool. En de uitbreiding Hava heb ik gehad. En als klap op de vuurpijl heb ik ook nog Machi Koro 2 gekregen. Ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus Martin moet mij dit nog een keer gaan uitleggen. Ja. We gaan het eerst samen Machi Koro 1 spelen. Ja. En dan Machi Koro 2 heb ik ook zelf nog nooit gespeeld. Dus we gaan het meemaken. Het samen onderzoeken. Ja, het is heel leuk. Poké Kookboek. Dit is voornamelijk, volgens mij is het variaties over hoe je lekkerste pokeball kan maken. En met welke ingrediënten. Ik in ieder geval, jij denk ook wel eet wel graag pokeball. Ja, dus zeker. Bestel ik het. Maar... Ik maak het meestal zelf. Ja, ik bestel het meestal. Dus ik heb een pokeball dingen hier bij mij in de straat. Maar ja, dat vinden we allebei wel gewoon heel lekker. Dus dat gaan we vast wel eens maken. En in verlenging daarvan heb ik dit van Martin gehad. Goed. En dit zijn dus 2 schaaltjes. Maar dit zijn schaaltjes met kattengezichtjes erin. En een witte. Zo. En dat zijn natuurlijk heel geschikt om daar een pokeball in te maken. Ja. Dus daar gaan we ze vast een keer voor gebruiken. Happy little accident. Past toevallig allemaal bij elkaar. Dan hebben we ieder ook een boek gehad. Ik heb een happiness puzzelboek gekeken. Dus ik moet er even doorheen bladeren wat het allemaal zijn. Maar het zijn in ieder geval verschillende puzzels. Taalpuzzels ook vooral. En jij hebt een ander boek gekregen. Ja. Mijne gaat over programmeerpuzzels. Nou, waarschijnlijk ook wiskunde, denk ik. Dat weet ik nog niet. En het heet het Cybercrime Puzzleboek, heet het mijne. Is wel cool, het sluit wel aan op mijn beroep, dus... Ja, want jij bent... Programmeur, dus ja. En dan heb ik van Martin deze gekregen, want wij doen dus loodjes en Martin die had mij. En dit was even fout gegaan, want deze was per ongeluk
bij mij thuis al afgeleverd. Dus ik had hem opengemaakt. En toen bleek hij dus niet wel voor mij te zijn, maar niet op dat moment al. Ja. Mag ik het gedicht voorlezen? Voor mij mag je het gedicht voorlezen. Martin heeft er altijd ook een gedicht bij gedaan. Want op zich doen wij dus geen gedichten of zo, maar Martin had het er wel bij gedaan. Lieve Nienke, Sinterklaas biedt zijn excuses aan. De bezorging is per ongeluk fout gegaan. Hij was bezig met jouw bestelling, een kledingstuk met bling. De Sint, verliefd, begon zich af te vragen of alle pieten dit ook moesten gaan dragen. In zijn hand een tablet met Agradi, ging hij op een shopping spree. Zoveel kon de webshop niet verwerken, de schade was niet meer te beperken. De Sint had moeite zich te oriënteren en kon het juiste adres niet selecteren. Daardoor stond jij met je mond vol tanden en ineens met je cadeau in je handen. Desondanks wilde Sint je veel plezier met je cadeau wensen. Liefst precieze Piet. Maar het is dus gewoon zo'n kool. En is ook vlies gevoerd, dus dat is lekker voor op stal. Want ik heb wel een lange sjaal en dat vind ik op stal gewoon niet handig. Omdat je dan die uiteinden hebt die over achter dingen kunnen blijven hangen. Het is gewoon makkelijk. Ook makkelijk af en aan te doen. En jij dacht ook dat het eerst dat hij voor zen was. Ik dacht eerst dat hij voor zen was. Hè. Dus hij had ook ik heb het niet gelezen, ik weet niet of je het nog hebt, maar hij had ook een gedicht geschreven met de uitgangspunt dat het een hals voor zen was. Voor zen was, ja. Maar dat was dus niet zo, die was voor mij. Ja, en dat ging erover dat het paard van Sinterklaas 24 uur buiten moest staan. Ja. Ik wil, als je hem nog hebt, wil ik hem wel, ben ik wel benieuwd naar. Ja, is goed, ik zal hem een keer voorlezen. We hebben ook allebei een decemberkalender gekregen, dat is... Oh. Dat is bij ons, sorry. Nee. Dat is bij ons echt wel traditie. Die krijgen we echt al jaren. Maar jij ging nu voor het eerst gokken. Ja, ik vind dat het een. Zeg je dat? Ik vind het een leuk cadeau, laat ik zo beginnen. Maar het past wel bij gokken natuurlijk, want je gaat het inleveren en dan hoop je dat je het hebt gewonnen of niet. En dan, als je het niet hebt gewonnen, dan kan je een nieuwe aanschaffen. Dus, ja, maar in principe, Je weet al, voordat je hem inlevert, weet je of je gewonnen hebt of niet. Oké. Dus als je niet gewonnen hebt, ga je ook gewoon niet aan de winkel. Nee, maar in principe is dat zeg maar toch ook een hendel overhalen en dan weet je gelijk of je gewonnen hebt of niet en dan doe je een nieuw muntje. Dat is toch gewoon gokken, zeg maar. Ja, maar deze kras je gewoon thuis open. Mm-hmm. En als je niet, dus als je... Dan ga je niet naar de winkel. Nee, ja, okay. Wel naar de Albert Heijn, maar dan ga je niet naar die baan. Een nieuwe... Dan heb je niet meteen een verleiding om... Het gaat erom dat je een rush krijgt. Ja. Oh, misschien win ik 300.000 euro en daarmee proberen ze je binnen te halen. Want jij hebt dus nooit zo'n kalender gehad. En je moet dus per... ze hebben allemaal, dit zijn allemaal nieuw, dit zijn voor het eerst dit jaar voor 15 euro. Er zijn ook allemaal nieuwe symbolen op. Maar je moet dus zeg maar al die symbolen verzamelen. En je kan je vertellen, als je heel veel kransen of heel veel pieken of heel veel skilift of zo hebt, ga je niet krijgen. Nee. Je kunt het beste hopen dat je een beetje veel hierbovenin hebt. Ja. Want die win je nog wel. Ja. Maar die onderste paar... Waarschijnlijk niet. Ik denk dat het meeste is, misschien is dat wat ik ooit gewonnen heb, op één kalender misschien 20, 30 euro of zo. Nou, dan is het in ieder geval wat. Ja, nou, zeker als je ze krijgt, als je niet zelf hoeft te betalen. En dan krijg je dus ook nog iets en dan denk je, nou, misschien moet ik volgend jaar weer een kopen. Ja, nou ja, ik heb er zelf nog nooit een gekocht, maar ik koop die gewoon ieder jaar voor ons. Dus, dat is een goed teken. Wat je ervan krijgt, is mooi meegenomen. Ja, het is een super lief cadeau, dus sowieso is het cool. Ik heb ook Rummy Cup gevraagd. Hetzelfde probleem als wat met Nienke was, met de bezorging, die waren niet goed. Ik weet niet of dat zo was. Oh. Volgens mij was het een keuze om het pas voor je verjaardag te geven. In ieder geval is het nog aan me beloofd dat ik nog krijg, dus daar ben ik ook heel blij mee. Het gaat om Rummy Cup en nu heb ik de chocolade variant gekregen, dus ja, is ook lekker. Die gaan we gewoon bevriezen en dan... En dan ermee spelen. Spelen, ja. Klinkt uitstekend. Brings people together. Al het eten brengt mensen samen. Dan heeft Zen ook nog een cadeautje gehad. Namelijk een liksteen. Dus die kunnen we vast op de trek wel ergens kwijt. Zen die maakt er zelf meestal niet veel gebruik van. Maar zijn stalgenoten. En laatst hij maakt er ook wel wat meer gebruik van trouwens. Ja, ik zie dat ze in de stal beginnen te raken. Ja, ze hebben nu in dat stal een zuidsteen in de stal liggen. Maar daar staan de paarden natuurlijk niet altijd. We moeten eigenlijk even overleggen. Of deze niet in een schuilstal zou kunnen leggen. Maar die mag volgens mij met dit niet tegen metaal aan. Want dan gaat het roesten of zo. Dus kijken wat ze daar wel mee kunnen. Want volgens mij mag je liksteen ook niet in de regen leggen. Want dan, niet smelten, maar dan vergaan ze gewoon. En dan heb ik ook nog kerstthee. Merry Christmas van Natural Temptation. Die heb ik nog niet geproefd. Dus we gaan achterkomen of die lekker is. Met kerstpas. Maar dit zijn wel gewoon... Het ziet er gezellig uit. Allemaal dezelfde volgens mij. Ja, 18 zakjes. Dan hebben we allebei... En chocoladeletter. Mijn identiteit karamel zeezout is of zo, ja. Ja. En die balletjes erop.
Dit is een dure versierde. Ja, deze ook. Een Fairtrade. Ja, we hebben dezelfde. Ja, is bij ons het zo. We hebben eigenlijk de afspraak, we doen gewoon loodjes trekken en dat is het. Maar mijn moeder en ik nu het ook. Maar ik koop iedereen, de meeste mensen, kopen toch nog wel iets extra's. En mijn moeder koopt altijd ook voor iedereen wel chocoladeletters en marsepein en dat soort dingen. En we hebben ook nog allebei een Tony Chocoloni reep gehad. Ik heb die met marsepein en jij met pepernoot en schuimpjes. Dan heb ik nog van de nieuwe Rituals collectie deze kerstboom hangen gehad. Maar ik ga geen kerstboom opzetten, maar volgens mij is het gewoon een zo'n doucheschuim. Dus daar gaat niet in de kerstboom, maar hij gaat wel zeker wel gebruikt worden. Want ik heb nu ook al deze douche schuim. En die vind ik wel heel lekker ruiken, dus die komt zeker van pas. Over douche gesproken, we hebben allebei een Rituals of Hama, of hoe is het? Een Rituals... Gewoon een Rituals cadeaudoos gehad. Ja. Dus ik heb de Ritual of Mer. En ik van Hama. Dus die hebben we ook nog gehad. Super lekker. Het ruikt ook heerlijk. We hebben zoveel cadeautjes gehad dat het hier helemaal vol begint te raken. Nog meer chocoladeletters. Ik vond deze met crisp. En ik met speculoos. Volgend jaar hoop ik dat ze dan al tegen die tijd op zijn. Zoveel chocola hebben we gehad. En ook nog allebei een sheetmasker is het volgens mij. Ja. Ja. Dus die, wat is een sheetmasker? Dat is zo'n... dus je zo'n... een heel laagje een papier, op je gezicht. Ja, een papier hebt zeg maar, wat je erop doet. Okay. In plaats van dat je er iets op in losse vloeistof op smeert. Dit is thee. En jij hebt? Ja, tea tree. Heb jij een ginger. Lekker. Dus die gaan we waarschijnlijk rondom kerst wel een keer... opdoen terwijl we films of series aan het kijken zijn. Zeker, zeker. En dan het laatste. De marsepein. Marzipan. Ik heb groenten en fruit. Of is het allemaal fruit? Avocado is officieel fruit volgens mij. Volgens mij ook. Dus dit is allemaal fruit. Dit is sushi. Marsepein. Ja. Het ziet er super lekker uit. Ja, bijna is echt sushi. Ja. Het ziet er bijna net zo uit. Het lijkt best wel, ja. Ja, dus dan is dat wat wij van het laatst hebben gekregen. Super verwend. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. We hebben in ieder geval een leuke avond gehad. We hebben Oké Boomer gespeeld volgens mij. Het is een spel dat je boomers versus millennials en Gen Z moest spelen. En dan moesten we vragen beantwoorden. Maar ik vond het wel... Het idee was leuk, want zeg maar dat je de Gen Z millennials beantwoordde de vragen van boomers en andersom. Maar het was heel erg de... Boomer-vragen waren echt best wel lastig. En ook in de zin van, ja, wij leefden nog niet toen die dingen gebeurden. Of toen die bands bekend waren of wat dan ook. En mijn ouders leefden natuurlijk wel toen dingen die bij ons spelen bekend waren. En, ja, en ze hadden ook best wel veel meer statistische vragen. Zo van, ja, hoeveel procent van de Gen Z'ers doet dit? En dan ook ABC, of waar of niet waar. Ja, multiple choice. Ja, het waren gewoon echt makkelijkere vragen. Dus volgens mij is het de boomers gemaakt, het spel. Dat zou kunnen, ja. Die hebben een unfair advantage. Ja. En wij moesten de hele tijd welke actrice of welke zanger uit 1960. Ja, we hadden op een gegeven moment echt iets van 6 vragen achter elkaar van welke band. Ja. Ja, ik ken geen band uit de jaren 60. 1960. Ja, de Beatles zijn niet uit de jaren 60. Ja, dus dat waren onze cadeaus. En dan hebben wij deze ook de vlog afsluiten, want dan gaan ze slapen. Dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot morgen. Jo. Doei. Doei.